wat mooi Shuti Manting. Het is vandaag dan 9 oktober 2017. Het is maandag en dan hebben we een weekend achter de rug. De vraag is, moeten we in het weekend rusten of moeten we in het weekend toch wel wat gezelligheid beleven met elkaar? Ja, om dan zo een aanvang te maken met een nieuwe werkweek. Is niet een onderwerp waarover we zullen praten, maar het is toch wel de gemoedstoestand waarin wij ons verkeren. Om toch wel een goed begin te maken met deze nieuwe werkweek. We doen deze maand in Takkie. We gaan een aantal onderwerpen behandelen vandaag. De vereniging van studenten van minder draagkrachtige ouders die vraagt om aandacht. En de heer Paul van Dun die is vandaag onze eerste gast met wie wij praten. Goedemorgen, universiteitsstudenten, op een gegeven moment de hele tijd terug gestart. Dan met heel wat, moet ik zeggen, hearings, meneer Paul van Dun. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet je die man in? Ook aan u. Goedemorgen, ja. Meneer Lindveld. Inderdaad, we zijn de afgelopen periode gestart met een aantal vergaderingen op de universiteit. Om dus te komen tot de realisatie van de doelstelling van de vereniging. Ja. Het doel van de vereniging is namelijk dat elk afgestudeerde in aanmerking moet komen voor een stukje perceel op grond van artikel 2 ja. van het decreet beginselig grondbeleid. Oké, waarom telkens werken met artikelen 2 van het grondbeleid? Is namelijk de grondslag. Eigenlijk maken jullie daarmee de regering niet moeilijk? Van luister maar kijk, de regering vraagt van nou, op een tien patiëntie, alles komt terecht. Je weet hoe dat ding gaat toch? Niet de bureaucratie, maar de regeringen, overheden, die nemen toch meer tijd om zaken goed en doordacht uit te voeren. En telkens horen we van die organisaties die komen van, ja, maar het staat daar. Ja. Ieder heeft recht op een stukje grond. Het staat er en ik denk dat in dat kader de overheid zich daarop zou moeten, dat de overheid dat moet nakomen. Mm-hmm. Wij zijn burgers en wij doen een beroep daarop. Ja. Oké, wat is tot nog toe gerealiseerd? Een tijdje terug keken we nog naar de ochtendbladen en zagen we dan die mooie foto's. Verder ook nog op social media werd het een en ander ook nog medegedeeld en duidelijk gemaakt. Er zijn grondbeschikkingen uitgereikt. Nee, we zijn nog niet zo ver. We zijn nog niet zo ver. Dat moment komt nog. Mm-hmm. Het punt dat we hebben bereikt is dat wij recentelijk 35 percelen mondeling toegezegd hebben gekregen van de SPSB. Mm-hmm. Uw vraag is, als er al grondbeschikkingen zijn uitgereikt, dat punt is nog niet bereikt, maar ik denk dat voor eind dit jaar we dat punt zullen bereiken. Ja, maar wat is toch nu datgene dat speelt binnen uw organisatie? Datgene dat nu speelt is dat wij bezig zijn met een selectieprocedure, want zoals u weet telt de vereniging bijna 600 leden. En elk lid zou in aanmerking willen komen voor een stukje perceel. We hebben 35 percelen gehad en sowieso moeten we een selectieprocedure op gang mondeling, brengen. Mondeling? Nee, dat is ja mondeling, maar het wordt te zijn de tijd op schrift gesteld. Ja. Want er zijn afspraken gemaakt met zowel de heer Bova als geestesvader van dit project, als de heer Kromosuto, directeur van de SPSB. Ja. Dus wij zijn recent begonnen met een selectieprocedure en die procedure is ook al afgerond waarbij wij zijn gekomen op 35 studenten die aanmerking zullen komen voor de perceel op Waterland. Waterland, dat is dan in het district Para? In het district Para. En dan, hoe zal de selectieprocedure plaatsvinden? Gaat er een loting worden gehouden? Het heeft al plaatsgevonden. Het heeft al plaatsgevonden. Op basis van een aantal vereisten. Ja. Een van de vereisten is dat je moet zijn afgestudeerd van de universiteit. Ja. Een andere vereiste is dat je lid moet zijn van de vereniging voor minder draagkrachtige studenten in Suriname. Ja, dus het moet bewezen zijn dat je minder draagkrachtig bent. Ja, precies. Een derde punt is dat je moet hebben geparticipeerd bij de vergaderingen van de vereniging. Een vierde punt, en ik denk dat dit de belangrijkste is, is dat u niet moet beschikken over een perceel. Op het moment dat je beschikt over een perceel, dan zal je niet meer in aanmerking komen voor een perceel. En het traject dat nu moet volgen is, men moet gaan bouwen. Precies. Ja. Dus nadat wij de zaak op schrift hebben gesteld met de SPSB, zullen wij overgaan tot fase 2 en dat is bouwen. De SPSB zal het project volledig financieren. Dat betekent dat de studenten in aanmerking komen voor een hypotheek, zeg maar. Mm-hmm. En
Met dat geld zullen de studenten overgaan tot bouwen. Ja. Binnen hoeveel tijd gaan we de woningen zien? Sleutel klaar? Sleutel klaar, de osso. We hebben afgesproken dat binnen 18 tot 24 maanden alle huizen moeten staan. Maar u zult rekening moeten houden met overmachtssituatie, regen en dat soort zaken. Ja. Dus de periode is vastgesteld tussen 18 en 24 maanden. Dus we leven nu, eigenlijk moeten we dat nu al zeggen, we leven nu in 2018. Toch? Ja, 2018. 2018, dat wil zeggen binnen 24 maanden is 2020. Ja, kort. Dus dan moeten al die 35 woningen sleutelklaar zijn opgeleverd. Dat is de bedoeling. Ja, en dan hebben we dan nog 600 min 35. Dan hebben we 565 die nog in aanmerking moeten komen. Ja. Hoe gaan we dat varkentje wassen? We zijn bezig met andere projecten. Het project van Waterland is ons eerste project. Mm-hmm. En ons tweede project is het project op Highway. Mm-hmm. En voor dat project hebben we 4 tot 5 maanden geleden aanvraag ingediend bij het ministerie van ROGB. Ja. En we zijn dus... we wachten op een reactie vanuit het ministerie. Mm-hmm. Want zoals u weet... gaat u aanvraag indienen en er moet sowieso een onderzoek worden ingesteld naar de status van desbetreffend stukje perceel. Mm-hmm. En ik denk dat het ministerie nu bezig is met het onderzoek en wanneer het zover is, dan zullen wij dan sowieso een reactie krijgen vanuit ROGB. Oké, is het niet, ik denk hoor, van ja, eerst afwachten hoe ze om zullen gaan met die 35 kavels. En dan kijken of we ze nog meer moeten geven. Nee. Studenten beginnen ongeduldig te raken. Ze vragen constant wanneer komen de overige leden aan de beurt. Dus wij gaan niet wachten wanneer dit project afgerond is. Wij gaan gewoon door. Dus hopelijk dat wij voor eind dit jaar een reactie kunnen krijgen vanuit het ministerie. Ja. Dat wij, in feite hadden we gedacht dat wij voor 14, want 14 wordt de vereniging 1 jaar. Ja. En dan hebben we een buitengewone algemene ledenvergadering. Dus 14 oktober. Ja, 14 oktober. Dus voor 14 oktober zouden we hier graag willen... dat jullie eigenlijk duidelijkheid zouden hebben hierin. Ja. De overige kavels. Hoeveel woningen en hoeveel kavels zouden jullie daar? 250. Het project op Highway telt 250 kavels. Mm-hmm. Dus het zou goed zijn voor de vereniging om op haar eerst eenjarig bestaan dit mede te delen aan de leden. Ja. Dat wij toch wel goedkeuring hebben gehad van ons tweede project. Oké, dus Lukuja, die maand waar we Masra Paul van Dun zei Takatori Nanga Uno, a vereniging voor... minder draagkrachtige studenten. De student Sankt Motto voor Anton de Kom Universiteit. En Wahir Pistengba, de Wang Sankt Studer af is ook Wang Pis Grong voor mijn bouwding ofzo. In Aating Samsa dan 35 kavel zit ik bij de studenten die de afgestudeerde Mamorum Skon Ete en dat na Kari. Wij blijven het daar eigenlijk met heel veel belangstelling volgen. En we hoop ook dat hij voor het idee komt, donderdag, vrijdag. Zaterdag. Voor het idee komt, zaterdag. Dan kan de wetjes van Jing, een telefoontje. Misschien dat jullie worden uitgenodigd om toch wel nog meer duidelijkheid te krijgen. En misschien dat de bereidsverklaring misschien al de deur uitgaat. Dat zou prachtig zijn, meneer Lindveld. Dus vanuit deze plaats zou ik de minister van RGB. Willen vragen om dus toch te kijken naar de zaak. En als het kan dat wij binnen voor 14 oktober toch wel een reactie krijgen. Een positieve reactie. Ja, positieve reactie. Goed, mag ik u bedanken. Hartelijk dank. We kijken daar naar uit. De heer Paul van Dun vandaag in Mantentaki. We hebben nog andere onderwerpen welke we vandaag met u zullen behandelen. Zo hebben we dus morgen, dat is dan de nationale viering van de dag der Marons. En daarvoor hebben we dan ook een vertegenwoordiger uitgenodigd. Aan de andere kant is er ook nog een handelsmissie in voorbereiding. Silvino Seymour en Guido Jansen. Die hebben dan zo meteen in Mantentaki. En het gaat dan meer om de handelsrelaties tussen Suriname en Curaçao. Na deze clip die er volgt, ben ik dan bij u terug. Tonen die we dus kennen van zo'n 20, 30 jaar terug, ladies met Black Mambazo. En eigenlijk zijn deze liedjes zo bekend geworden ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika. En hebben we dus zoveel eruit gehaald en hebben we op een gegeven moment lijkt het alsof we onszelf zo hebben herkend.
met deze muziek vanuit Zuid-Afrika. We hebben dan ook andere gasten. Zoals ik het zei, we praten dan over internationale samenwerking. Maar in die zin dat we die handelsrelaties tussen Suriname en Curaçao moeten gaan bevorderen. Er komt een internationaal congres, of er komt een congres. De heren zullen me daarbij moeten helpen hoor. Silvino Seymour van internationaal ambitieus. Eigenlijk wil ik direct Engels gaan, hè. International ambitieus. Maar goed, Guido Jansen van het ministerie van Economische Ontwikkeling op Curaçao. Van Curaçao, ja. 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 Bon dia. Dank je. Dank je. Of je bon. Ik begin bij Silvino. Sranamang of Sranamang Roots of bedoel of ja. Sranamang Roots zeker. Sranamang Roots zeker. Goed. Waar aan moeten we denken als we praten over die handelsrelaties tussen Suriname en Curaçao? Waar we aan denken die handelsrelaties tussen Suriname en Curaçao, is natuurlijk de eerste 2,5 uur vliegen. Hmm. Maar waar we ons ook op focussen is, in beide landen wordt er Nederlands gesproken. En wat is makkelijker als je internationaal kan ondernemen met behoud van taal en dat de culturen enigszins nog overeenkomen. Ja. Dus dat maakt het makkelijker om sneller succesvol te worden, hebben wij gemerkt. Oké, en dan bent u vertegenwoordiger van economische ontwikkeling in Curaçao. Meneer Guido Jansen, hoe wordt er in Curaçao op Curaçao eigenlijk gekeken naar Suriname? Is het een voormalige grote broer? Of? Ja, precies. Ik denk dat er warmer wordt gekeken naar Suriname dan de Surinamers zelf denken. Mm-hmm. We hebben natuurlijk veel Surinamers die, hetzij op Curaçao, een tweede property hebben dan wel regelmatig langskomen. Ja. En dat klikt. Wij zijn twee culturen die erg goed bij elkaar passen. Ja. En toen Silviano en Pascal in die tijd mij vertelden wat hun visie was, namelijk dat taal verbindt. Mm-hmm. Dus toen zei ik, nou, wij als ministerie moeten dit zeker gaan ondersteunen, want uiteindelijk ga je eerst vriendjes worden voordat je zaken kan doen. Ja. Want zo zit onze cultuur in elkaar, we willen elkaar eerst leren kennen, we willen eens een keer een borrel met elkaar hebben gedronken. Ja. En dan kunnen we een keer gaan praten van, hey, hoe kunnen we ook nog wat economisch aan elkaar Maar waarom wordt er eigenlijk gedacht als we praten over een handel drijven tussen Suriname en Curaçao? Wij zien Suriname natuurlijk als een land vol potentieel. Met name de natuurlijke grondstoffen die jullie hier hebben en dat soort zaken. Aan de andere kant zijn wij weer erg goed in dienstverlening, in het combineren, in het connecten van markets, landen bij elkaar brengen. Dus ja, ik zie alleen maar win-win mogelijkheden Suriname en Curaçao. Ja, oké. Waaraan denkt de organisatie dan ook nog meer? Ik bedoel, concreter. Wat is er tot nog toe gebeurd als het gaat om handel drijven tussen Suriname en Curaçao? Nee, in november hebben we dan de derde handelsmissie naar Curaçao in dit geval. Ja. En de eerste handelsmissie was er een ondernemerskoppel mee. Die eigenlijk wilde kijken van oké, wat zijn de kansen en mogelijkheden voor ons op Curaçao. Inmiddels zijn ze 2 maanden geleden gestart. En doen ze vanuit een kantoor op Curaçao zaken met de hele wereld eigenlijk. Ja, maar nog steeds een vestiging in Suriname. In Suriname. Ja. Dus we praten meer over de dienstensector. De dienstensector, waarvan we zeggen van dat is de snelste en makkelijkste manier om meteen te exporteren. Ja, en dat is booming eigenlijk. Zeker. Ja. Ja. Wat zegt de wetgeving eigenlijk daarover op Curaçao? Er is geen wetgeving die dit verbiedt. Laten we daar even voorop stellen. Natuurlijk zijn er in beide landen zijn bepaalde reguleringen, wat de overheid ook moet doen. Kijk, een overheid moet natuurlijk stimuleren. Ja. Daar zijn wij nu mee bezig. Ja. Voor de rest moet de overheid reguleren. Jongens, wat zijn de kaders waarbinnen we kunnen opereren? En daarnaast natuurlijk controleren. En dat is de minst leuke taak, maar dat is ook een onderdeel van de overheid. Moet ik begrijpen dat op Curaçao wordt er uitgekeken naar investeringen vanuit het Surinaams ondernemerschap? Ja, zeker. En met name natuurlijk investeringen, dat kunnen ook in natuurlijke hulpbronnen zijn, zoals Suriname
te veel heeft. Ik bedoel, ja. Dit is de eerste keer in Suriname, trouwens mijn eerste indruk gisteravond aangekomen. Geweldig land. We hebben gisteren ook verschillende zaakjes bezocht en ontzettend vriendelijke mensen en dat soort zaken. Maar als je natuurlijk kijkt geografisch hoe groot Suriname is en wat jullie aan hout, aan grondstoffen en dat soort zaken hebben, dan denk ik, ja, de rest van de wereld zit daar op te wachten. Dus als wij nou vanuit Curaçao daar een beetje verkoop, marketing, services gaan verlenen voor Surinaamse ondernemers, dan is het win-win-win. Win-win-win, oké, okay, maar the other way around. Van Curaçao naar Suriname. Is Suriname wel interessant voor Curaçaose ondernemers? Ja, zeker. Wij zeggen altijd van, op het moment dat je in een land woont, dan is het moeilijk om de opportunities te bekijken. Maar acht Curaçaose ondernemers komen of overvliegen of zijn er overgevlogen naar Suriname. En zij kijken vooral van, oké, hoe kunnen wij Surinaamse producten gebruiken om op Curaçao te verkopen? Maar hoe kunnen we ook samenwerkingen aangaan met Surinaamse ondernemers om dat nog sterker te kunnen maken? Ja, woensdag aanstaande is eigenlijk de dag voor jullie. Klopt. Ja, wat gaat er gebeuren? Dan organiseren we het tweede congres. Ditmaal zal het gaan over zaken doen tussen Nederland, Curaçao en Suriname. De vorige editie was uitverkocht. Ook deze editie hebben we nog maar enkele kaarten. Het was uitverkocht. Klopt. Kaarten. Ja. Manager. En waar we vooral op zullen focussen is van, is de informatieoverdracht. Ja. Want dat vinden wij echt belangrijk. Van, voordat je handel gaat drijven, wat is er mogelijk? En vanuit daar nemen we de mensen die interesse hebben weer mee op handelsmissie in november. Okay. Dus dat is dan de derde handelsmissie november. Ja. En waar gaan jullie naartoe? Naar Curaçao. Naar Curaçao, oké. Okay. Goed, dan hebben we dat gehoord. Toch een vraag voor de heer Jansen. We gaan ook vaker naar Curaçao. En wat ons opvalt wanneer we daar gaan, waar die bootjes aanmeren om te verkopen. Bootjes die vanuit Venezuela komen. Klopt. Ik zie groenten, maar ik zie geen Surinaamse groenten. Nee, daarvoor zijn we hier, om daaraan te werken. Een terechte opmerking, meer naar, want het is maar 2 uurtjes vliegen, zegt u. Oh. Ik mag niet slecht praten over waar die groente wel vandaan komt. Maar ik heb vanmorgen hier een papaya gegeten. Ja. Die smaakt anders. Ja, ja. Lekkerder. Beter. Lekkerder, beter. Oké. Okay. Is dat ook een zit er ook potentie in om Surinaamse agrarische producten wel op de markt te krijgen? Zou, want als ik kijk naar kip en zo, ja, alles komt of uit Amerika of uit andere delen van de wereld. Ja, nee, en Suriname is vlak hier. Er zit zeker heel veel potentie in. Waarom? Curaçao heeft maar een heel beperkt agrarische productie. Ja. Lang niet genoeg om al onze mensen al die lekkere vruchten en fruit te brengen. Dus ja, waarom niet? Ik bedoel, kijk, daarvoor zijn we hier om mensen te inspireren op Curaçao. En even aanvullend op wat de heer Simon net naast mij vertelde. Het is niet waar wij op zoek zijn naar mensen die alleen voor de lokale markt op Curaçao komen. Ja. Want wij zijn een heel klein eilandje. Ja. Maar Curaçao is echt een middelpunt in de wereld. Maar sowieso in de regio, waar distributie alle kanten uit kan. De marketing, de verkoop, alle kanten uit kan. Curaçao staat bekend om zijn multilingual population. Dat is een heel mooi, chic woord. Van we spreken veel talen en we kunnen goed ouwe hoeren in de meeste talen. Dus dat zijn denk ik pluspunten van Curaçao. Mooi, goed. Heel veel succes woensdag aanstaande. Wanneer jullie dus de gemeenschap echt nog meer zullen informeren in een one-on-one, lijkt me zo. Ik bedank jullie beiden. Carlos, mag ik jou bedanken en jouw publiek dat wij deze opportunity hebben gekregen om hier toch even een positief geluidje te laten horen op de vroege ochtend. Ja, dus mooi. Bedankt daarvoor. Ja, oké. Okay. Graag gedaan, zeggen we dan ook op deze morgen. Selfino Seymour, internationaal ambitieus, zo heet zijn organisatie. En Guido Jansen, hij is vertegenwoordiger van het ministerie van economische ontwikkeling op Curaçao. We hebben nog andere gasten. Niet over zaken doen alleen, maar ook praten over zaken die belangrijk zijn voor onze ontwikkeling. Hoe gaan we verder met onze openbare aanbestedingen? Er valt zoveel over te zeggen. Wel, dat moet professioneel worden aangepakt. En ook nog internationale standaarden moeten daarbij ook aan te pas komen. En dat zegt Giuliano Dust, hij is van de PAS. En zo meteen praten we met hem daarover.
Ja, we zijn er weer. Giuliano Dust, ook bekend journalist, jaren terug hier in Suriname. Goedemorgen, wat moest je die manting? Ja, nu eigenlijk bezig met het ondernemen. Moet ik het zo zien? Ja, ja, ik ben al 20 jaar ondernemer. Mm-hmm. En de presentatie zaterdag, de launch van Procurement Advisory Services, mm-hmm, is eigenlijk een beetje een culminatie, ja, van 20 jaar ondernemen. Mm-hmm. Dat begon in 1997 met de start van Promo Consultancy NV. Ja. En dat heeft zich verder ontwikkeld. Je weet, in het ondernemen denkt men vaak genoeg aan succes. Ja. Maar eigenlijk bij ondernemen hoort succes. Nou, er hoort ook falen. Falen, no? Ja. En het is in Suriname nog niet zo geaccepteerd, mm-hmm, dat je ook valt. Mm-hmm. Ook faalt. En ik gebruik een sportterm, valt. Maar het, mm-hmm, gaat niet erom hoeveel keren je valt. Mm-hmm. Het gaat erom hoeveel keren je opstaat. Je opstaat. En als je 9 keer bent gevallen, dat betekent, mm-hmm, dat je 10 keer moet opstaan. Ja. En als ik dus die analogie mag, mm-hmm, toepassen op mezelf, ja, dan merk ik dat de 10e keer dat ik ben opgestaan, nu al 5 jaar duurt. Ja. En ik ben dus, ik zit nu in een traject dat heel succesvol is. Mm-hmm. Zaterdag hebben we dat dus aan het grotere publiek kenbaar gemaakt. Ja. Iets dat in stilte gebeurde. Ja. Omdat je natuurlijk eerst moet kijken van, loopt het? Is er behoefte, mm-hmm, aan? Mm-hmm. En hoe zit het met de ontwikkelingen op dat stuk? Ja. En Procurement Advisory Services is dus zaterdag. Ja, in zaterdag eigenlijk. Courtyard Marriott Hotel. Courtyard Marriott. Yes. En hij zegt zo bescheiden van ja, in een stilte. Maar de sprekers die u had, ja, laten we het heel even daarover hebben. Het was toch een select gezelschap. En het was eigenlijk praten over een heel belangrijk onderwerp dat Suriname toch wel bezighoudt. En dat is dat van die aanbestedingen. Dat klopt. Ja. In verband met de launch heb ik dus gemeend om een van de meest vooraanstaande experts op dat gebied, ja, doktermeester Henry Blinker, uit te nodigen en te vragen als hij een presentatie kon houden. Mm-hmm. Dat heeft hij met alle welwillendheid ook gedaan. Ja. Hij heeft 2 presentaties gehouden. 1 over de rechtsbescherming bij aanbestedingen. Mm-hmm. En 1 over het toezicht bij, ja, aanbestedingen. Ja. En dat is heel goed ontvangen. Mm-hmm. De tweede, of tenminste eigenlijk in volgorde, was dat de eerste spreker, dat, ja, was ingenieur Marcel Meijer. Ook geen onbekende, ja, als het gaat om aanbestedingen. Mm-hmm. Deze 2 heren hebben trouwens aan de wieg gestaan van wat wij dus nu kennen als het AWS en het UWS. Mm-hmm. En daarnaast is dokter Blinker verbonden aan de universiteit als docent. En gespecialiseerd in bouwrecht en aanbestedingen. Ja. Dus het kan niet anders dat wanneer, mm-hmm, je met een nieuw initiatief komt als Procurement Advisory Services, ja, dat je wat is opgebouwd niet zomaar kan, ja, wegdoen. Je, ja, moet die link proberen, mm-hmm, te maken. En dat is dus fantastisch gelukt, okay, zaterdag. Nu wil ik weten, waar zijn we eigenlijk aan toe? De Surinaamse gemeenschap volgt het. We volgen het ook in de politiek en vaker hebben we het tijdens die vergaderingen van de Nationale Assemblée erover dat zaken bij openbare aanbestedingen constant worden besproken. En nu komt Procurement Advisory Services en die zegt van nou, we moeten eigenlijk gaan voldoen aan internationale standaarden. Nou, laat me het anders zeggen. Niet Procurement Advisory Services en, ja, Giuliano Dus zegt dat we moeten voldoen aan die standaarden. Mm-hmm. De weg daartoe is reeds ingeslagen door, mm, met name de multilaterale instellingen die, mm, enorme leningen aan de staat verstrekken. Ja. Onder andere de Inter-American Development Bank, de Islamic Development, mm, Bank, de Caribbean Development Bank. En de standaarden van die organisaties zijn enorm hoog. Ja. En wat mij dus in de afgelopen 2-3 jaar is opgevallen in het begeleiden van grote, mm, bedrijven bij dit soort internationale aanbestedingen, ja, is dat de kennis ontbreekt, met name als het gaat om de administratieve procedures. Mm-hmm. En ik zal het even herhalen. Zaterdag heb ik dat ook gezegd aan de grote groep aanwezigen. Wanneer je dus met dit soort initiatieven komt, dan moet je kunnen zeggen claim your fame. Nou, wat, mm-hmm, bedoel ik daarmee? Ik heb dus
bij de external auditing een bedrijf succesvol begeleid. Mm-hmm. Als het gaat dus en legt u dat heel even in eenvoudig Nederlands? Een external auditor is een accountant die toeziet op het doelmatig gebruik van de middelen. Ja. En er was dus een SPN. U vergeeft me voor de vaktaal. Een ja. SPN is een advertentie in de krant, een specific procurement notice. Ja. Van hé, hey, er is een aanbesteding. Ja, dus zo gaat het eigenlijk eraan toe. Klopt. De overheid wil werken uitbesteden. Nou, dit is niet echt de overheid. Nee, dat is wat we kennen, toch? Uitbesteden en dan moet er altijd een advertentie voorop komen. Klopt. En dan reageer je erop. Ja. En dan ga je naar het ministerie van Openbare Werken, lijkt me zo. Bijvoorbeeld. Ja. En er zijn dan zoveel die inschrijven. Ja. En dat geld krijgen we ook niet terug, hè? Dat weten we. Maar dan, je doet een bod ja. voor welk bedrag je de werken zou willen uitvoeren. Klopt. En hoeveel tijd daaraan verbonden zal zijn. Ja. En wanneer de oplevering zal plaatsvinden. Klopt. Dat is wat we in mind hebben. Ja, wat we dus noemen in layman's terms. Moet ik u een compliment geven? Ja, dat is eigenlijk het proces in eenvoudige termen. Natuurlijk is het niet zo'n eenvoudig proces. Okay. Je praat bijvoorbeeld bij het HSSP, dat is het Health System Strengthening Program. Een overeenkomst tussen de Islamic Bank en de overheid van Suriname. Ja. Praat je dus over een bedrag van circa 100 miljoen US dollar. Ja. Nou, het bedrijf dat ik dus heb begeleid, dat heeft dus de aanbesteding gewonnen. Uit een groep van 5 andere bedrijven. Ja. En zij mogen dus de external auditing doen op die 100 miljoen. Ja. Een ander markant punt is niet zo lang terug geschied. Dat is dus dat een andere cliënt van mij voor 2 miljoen dollar aan constructiewerken heeft gewonnen binnen hetzelfde project. Ja. Wat mij dus gaandeweg meer en meer opviel, is dat de spoeling heel dunner werd bij bedrijven die meededen in de aanbesteding. Ja. En dat komt simpelweg vanwege het ontbreken van de kennis. Ik heb er dus niet over dat je dus de hele rit uitzit en de gunning krijgt. Ja. Maar je merkt, en ook in gesprekken, dat heel veel bedrijven die kennis missen. Oké, dus we kunnen eigenlijk, al onze bedrijven kunnen ergens buiten de boot vallen. En dan zouden deze werken dan mogelijkerwijs moeten worden uitgevoerd door internationale bedrijven die ook toegang hebben op de Surinaamse markt. Dat zou alleen kunnen geschieden als je dus als het een aanbesteding is volgens een ICB. Ja. Ja. En een ICB is een International Competitive Bidding, dus een internationale aanbesteding. Maar als het een aanbesteding is volgens NCB, een National Competitive Bidding, dan mogen alleen lokale bedrijven. Het punt is, wat je dus krijgt, is dat de kwaliteit van de aanbesteding omlaag gaat. Mm-hmm. Omdat als je dus in een groep van alleen nationale bedrijven moet zoeken onder een NCB aanbesteding en niemand voldoet aan die stringente eisen van zo'n internationale organisatie, dan wordt het een beetje moeilijk. Ja. Ja, dus wat wij proberen te doen met de aankomende training, die procurement course voor professionals in de public en private sector, is dat we dus eigenlijk een bescheiden bijdrage willen leveren aan een stukje capacity building. Ja. Zodat dus van de kant van de capaciteitsversterking bij de bedrijven en bij de overheid. Zowel bij de overheid als bij dat particulier initiatief. Klopt. Ja, wanneer gaat u van start? De eerste koers begint op zaterdag 4 november. En dat zijn er dus 8 weken. En dat gaat dus door tot en met zaterdag 13 januari. De aanwezigen die daar waren, hebben het programma ook al gehad. Ja. Vermeldenswaard is dat de training, de koers die eraan komt, eigenlijk al zeg maar uitverkocht is. Ja. De mensen waren heel erg enthousiast en hebben dus hun pre-registratieformulieren ingediend. Waar we nu dus mee bezig zijn, is om te kijken hoe we een specifieke koers kunnen doen voor mensen bij de overheid. Er waren 9 van de 16 ministeries waren vertegenwoordigd zaterdag. Mm-hmm. Dus we gaan kijken hoe we dus voor alle ministeries, zeg maar met dus een afvaardiging van 1 of 2 mensen, zo'n koers kunnen gaan doen. Okay. Goed, we gaan afronden met de heer Giuliano Doest. Nog 1 vraag hoor. Iedereen heeft dan zo kijk en wil inzichten hebben en verschaft ook inzichten aan de overheid, want de overheid is de grootste werkgever in het land. En iedereen heeft ook zo te doen met de overheid in het dagelijkse leven. Klopt. Wat zijn toch de aanbevelingen van deze kant uit naar de overheid toe als het gaat om openbare aanbestedingen? Op de eerste plaats zou ik de overheid aanbesteden om een integraal
aanbeveling. Procurement policy neer te zetten, zodat dat helder is. Ja. Ik heb begrepen van dokter Blinker dat aankomend is een CARICOM procurement policy, waar we dus ons ook dus aan zullen moeten houden. Ja. Maar kort gezegd, als de overheid haar inkoopbeleid gaat rationaliseren, kan dat voor enorme besparingen zorgen die weer elders geïnvesteerd kunnen worden. Oké. Daar hebben we dat mee, daar nemen we dat mee. Giuliano Doest van Procurement Advisory Services. En in de maand november starten dan de eerste trainingen die er zullen worden georganiseerd. We gaan naar het einde toe van deze maand in Takkie en dat kunnen we niet doen. Zonder te praten over de dag van 10 oktober. Dat is dan morgen. Morgen is dan een nationale vrije dag. En dan hebben we dan de viering van de dag der Marons. De commissieviering 10 oktober, daar hebben we dan een vertegenwoordiger van. Zo meteen in Martin Takkie. Ja, eigenlijk luiden we dus met onze muziekkeuze ook de viering van 10 oktober luiden we dan in. De heer Wensley Misijan heb ik vandaag bij me. Om moest je die manting? Hi, ja. 10 oktober, dan na die ding Marons. En we commissie viering 10 oktober de. Ja. Nou een commissie voor Gralanti, nou een commissie voor regionale ontwikkeling of nou een commissie voor Sankt voor gewoon door de zee, van ja, overheid. Eigenlijk een commissie, nou een commissie bij een ministerie voor regionale ontwikkeling. Potwaan dus maar in zee, maar toch trasma een traditionele gezagsrevue DNA-commissie. Ja. En trasma voor een belangengroep DNA-commissie. Ja, je hebt een belangengroep, soort belangengroep? Dus de Marons, die kan de Marons. Ja, de vertegenwoorden. De vertegenwoorden. Ja, ja, ja. Oké, nu we hebben dat die San op Satamara. Ja, ja. Ja. Fawo memory adif Tamara? Eigenlijk Tamara als traditie getrouwd. We beginnen heel vroeg, 6 uur maanden. Dan Udena Nyunkombe. We hebben traditionele trouwwater, plein offer. Voor gedenk de Bigi Wanfu. Ude Wang Sang Nosap Aning Nyunkombe. Ja. Nyunkombe itakito. Ya Nyunkombe. Nyunkombe de na kleine Saramakastraat. Pe isap pe de smai hod de doso de Maron Bradanga safu. Da pe de ap aktiviteit. Dus da kleine Saramakastraat pe Bakasifu IBS da. Ya ya ya. Ne usaba pere sema. Fubodo yon wap chinso moro bunji de arkiman nga de lukuman sa no gwen na nga neng. Yeah. Andalik de yere nyo kombe de mego, na somals de ekstraat. Nee. Ego so kupe nyo kombe de. Adena kleine saramaka straat. Ya, dus dat na 6 euro maante we begin. 6 euro maante we begin, pe a traditionele gesag, samen na nga de trasma. We doen een plan offer. Ja. En dan telek ait euro ongeveer udape. En voor dat bewerk moet ook naar het plein van 10 oktober. Ja. Dat is naar Tapuku voor Pengelstraat naar Gravenstraat. Ja. Dus vanaf 9 uur ongeveer hoe dat be. Ja. En dan weer dat betekent 11 uur om maanding. Mm-hmm. En dan werk moet ook dat be dat we gaan naar Palmentuin. Ja, en naar Palmentuin dat draap je naar Heerde. Ja. Heerde hoe dat betekent 2 uur om maanding. Oké, maar behalve dat die 3 uur. Wang wang prodo wakawekare tu wang wapki wang demas en afesamut plus refina nyunkombe vanaf 3 euro en 4 euro des maik moto da pe den groupe wakagona palmente wakagona palmente madan na krosi sa do weri na dat na traditionnel pangi na nga afita yo ya 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 dus ma wapwa lo ana maron group insernang. Ja. Wabi ding matuai, ja. Matuariërs, ja. Wabi ding Okaners, ding Quinti, de Lai. Ja, Siksi groep. Siksi groep de. Stamme de. Ja. Alla den stamme moshi ina Polo Waka? Ja, dus enkelijk ina Polo Waka moro furu na ding groepen, traditionele groepen, culturele groepen, voor de verschillende stammen. Odumi, nanga individuele sma, ja. Sa belangstelling voor Odumi.
En sowieso aquamissie nodig alle dingen traditioneel gezet dragen, de kapting, basja, graman, voor alle systemen uit. Ja. Voor domeinen de verschillende activiteiten. Oké. Okay. Je hebt ook traditioneel gezag ook toe op de. Ja. Ik praat ook toe na viering voor 10 oktober. Ja. Kramang ook een foto zien? Dus zou begrijpen hoe nodig de Kramang uit, maar door omstandigheden de opvaardig de hoofdkapitein voor de Kowel. Maar de nodige personen. Mm-hmm, maar de hoofdkapitein voor de Graman, de wel uitgevaardigd. Denk dat de wel? Denk dat de wel, ja. Dan noem je ons ook toe. Zal er denk, Tori, zijn je play no na den Gide Maron Brada? Want, ten na ten ma, alalise we hier als aan die voor agonolite Tori? Ja, dus ik wou sabi vanaf, zeg maar, 10 oktober 1760. Ja. Dit is maar eigenlijk de Maron Brada voor nu. Dan is dat. Hij zag gelijkenheid voor een koloniale overheid. Ja. Dat pedagoog in binnenland, de macht aan dat pe. En nu, als aan dit dat geïden ten dagen, dit is mijn actie dat ik hier nog. P.U.D. Ja. Ja. Op zekerheid. Tak dat ben af uno, dat na hier grond letitori en gralanti funo vindt dat hij eindelijk als aan moest kon schrikken en de bezig naar de verschillende groepen. En de Maron Brada Nassau, maar de inheemse. De inheemse. Ja, de bezig. De pistori is ook tak Tamara ook te of wat ik van ook die ben je aan traten. Tamara naf met prisiri. Nou, Tamara naf met prisiri gedenk adi, maar kan de in aspeech wat is op tak na plein voet 10 oktober a minister voor regionale ontwikkeling Odape, traminister de uitgenodigd. Ja, en a president streef voor waarnemend president Odape, dus kan de in de speech Dota kwam ja, ja. Oké. Dat wordt tapu. Toch we jere dat die organisatie de bezig na viering voor 10 oktober. We takanga den of we hoorden ja wamchin zo fara voor nu voor de bezig na activiteiten. Nee, dus lefaisabi dus eigenlijk na Friday Tamara. Ja. Dus alle organisaties ontplooien een activiteit. Yeah. En een foto jouw maar in het binnenland, in de districten. Yeah. Weet je, denk een power to voor. Okay. Want alles maar kan komen naar foto. Okay. Voor domein naar de activiteiten. Yeah. Dus eigenlijk een commissie naar problemen daarmee. Hoe je in contact met de organisatie. Zowel je organiseert activiteiten. Oké. Okay. Want dan. Ja, basta niet toch, waba commissie voor regionale ontwikkeling. Yeah. De hoorde zijn niet naar New Combe. Yeah. Dan in zo'n trasma ook toe en met Santa Radio nodig ze maar uit ook te voegen naar New Combe. Maar je mag hier trajuren. Je hebt zo met akito. Ja, dus, ja. Nee, dus dat kan je ferry kon ook toe. Ja, ja. Nee, dus zo. Tot nu zou Sabi natak, want is hem naar Nieuwkombe, naar een traditioneel gezag. Oké, dus dat naar Unuwa Odrape? Ja, Unuwa Odrape. Na plein 14 oktober Unuwa Odrape. Unuwa, maar Trasma kan komen toe voor ondersteunen als hij dat toen sluit uit. Yeah. Dus Alasma, de welkom. Dan gaat hij zien elkaar Alasma, zang, want kon met de activiteiten mee. Voor zowel naar Nieuwkombe, plein 14 oktober, naar Palmentuin. En de organisatie, culturele groepen, zouden doen mee eten naar Prodowaka. Ja. Kan melden de aan eten 3 uur naar Nieuwkombe. Ja, mooi. Ja. Mooi Tori. Ja. Met Egi Tangi. Ja, misreve Taki Tangi, naar de Arkima. Ja, Masra Wensli, Missi Jang, die de Martin in Martin Taki. En ade mooi voor Jere Taki, wat commissie de voor na ministerie voor. Regionale ontwikkeling en dat wat commissie de voor viering 14 oktober aan de voeding Marons en eigenlijk na wat nationale vrije dag
Soweto King. En ja, ik hoor dat dat in ating zou willen zijn, 100 jaar, 200 jaar before, alibino bendeso, umbedin katibo, en ook moto uit katibo, en om sorgu, dat je wil libi, tapuang mooi schiet fasin naar Makandra, en ook to a de 14 oktober, en me kung praxer de ting dat je ook to, en je poen ook to fu praxeri fa libi gomoro fara naar Makandra. Zo, we zijn gekomen aan het einde van deze Mantentaki. We bedanken u voor uw getoonde belangstelling. Morgen is een vrije dag. Morgen dan geen Mantentaki. Ik wil u dan ook aanmoedigen om de activiteiten die er zullen worden gehouden in verband met de herdenking van de dag van 10 oktober, om die ook ja, te volgen, ook te participeren. Vooral datgene van de Prodo Waka, dat heeft alvast heel veel indruk op me. En die start dus om 4 uur. En men gaat dan lopen vanuit de kleine Saramaka-straat richting de Palmetuin. En het zijn een aantal culturele groepen die daaraan zullen participeren. De dag begint om 6 uur aan de kleine Saramaka-straat. En daarna om 10 uur met heel wat plechtigheden bij het plein van 10 oktober. En dan wordt de viering verder voortgezet in de Palmetuin. En dat is dus als het gaat om Paramaribo. In den dorpu, na Buskondre, dan Alasma, ala den dorpu, o abde egi prisiri. En dat die woyere ook to bakawan today fa den prisiri dat ook to ben waka. Ik bedank u voor de belangstelling getoond vandaag. En we zijn er woensdagmorgen terug met een nieuwe Mantentaki. Goedemorgen.